Welkom bij alweer onze 8e Ribbelwood Consultancy Vlog over leiderschap in tijden van corona. We zijn te gast bij Marielle Ploemen van Altrecht. Zij is bestuurder en kind- en jeugdpsychiater. En gaat vandaag met ons in gesprek over deze periode en haar leiderschap. Ik doe dat samen met Kees Lindhout vandaag op locatie van Altrecht. En naast Femke Ruijs zijn wij met z'n drieën partner bij Ribbelwood Consultancy. En ik wens jullie veel plezier met dit interview. Marielle, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Oh, we zitten in coronatijd. Wat is het effect van corona op jouw rol? Ja, mijn rol is bestuurder bij een GGZ-organisatie in Utrecht, waar patiënten klinisch en ambulant worden behandeld. Dat zijn meestal mensen met echt wel ernstige psychiatrische problemen. En als bestuurder, en daarnaast ben ik ook kinder- en jeugdpsychiater, heb ik in de coronatijd eigenlijk heel snel de voorzittersrol op me genomen van het crisisteam, zoals eigenlijk in elke organisatie. Waarbij we eigenlijk, en dat is wat denk ik in deze tijd gebeurt, is je heel snel allerlei besluiten moet nemen, zowel op inhoud als organisatieniveau, maar ook financieel. En als bestuurder was het toch wel prettig om zelf die rol te pakken, zodat dat ook wat sneller gaat. En besluiten nemen moest sowieso sneller, zonder veel voorkennis. Moest je ook weer 2 dagen later of 3 uur later op terugkomen. Dus dat was ook wel anders dan anders. En de rol was ook, hoe blijf je heel goed betrokken bij je organisatie? Want het is natuurlijk een organisatie met patiënten en met medewerkers die allemaal te maken kregen met patiënten die zich niet houden aan die 1,5 meter, maar toch de zorg moest doorgaan. Dus dat geeft wel dat je extra in verbinding moet blijven. Terwijl dat ook weer lastig is om als je online bent, maar dat je toch moet zorgen dat je ook de organisatie blijft goed steunen en om verder te kunnen hier. Ja. Ja. In welke mate verschilt deze crisis nou van andere crisis? Ja, een crisis natuurlijk, als je met patiënten werkt, is vaak een crisis met patiënten. En in de GGZ, we kennen ze allemaal uit de media, is dat er een agressie is geweest door onze patiënten. Medewerkers zijn aangevallen, op straat problemen zijn geweest, brand in locaties, suïcides, noem maar op. En dat is wel echt wel heel anders natuurlijk dan deze crisis. Dus dat is meer dat je ook direct met alle emoties van dien te maken hebt. Dus in die zin is het wel echt wel anders dan deze tijd. Maar ik denk dat het proces vaak ook wel weer een beetje hetzelfde is. Het inrichten van een crisisteam, zorgen dat je alles meeneemt, dat je alles overweegt, dat je snel een besluit moet nemen. Dat is eigenlijk wel weer hetzelfde proces daarin. Ja. En welke leereffecten neem je nou mee naar eventueel volgende situaties? Het is heel grappig, maar ik denk, wij zijn zeker niet de enige. We zijn al gestart met een soort korte ook enquêtes. Wat hebben we nou geleerd? Ja. En wat willen we daarvan vasthouden? En wat willen we daar misschien ook wel juist niet van vasthouden? Ik heb geleerd dat over waar ik mee begon. Hoe neem je besluiten? Hoe doe je dat? En hoe kun je ook besluiten nemen als je niet alles alles weet. Ja. Maar hoe kun je er ook proberen op een goede manier misschien een paar dagen later op terugkomen? En waarbij je natuurlijk van mensen hoort, ja, maar je had toch dat besloten? En dat is meestal een ding. Hoe kan dat nou? Ze hebben toen besloten dat en nu gaan ze weer naar die kant. En dat leer je ook. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je mensen uitleggen dat je bent teruggekomen en voortgrijpend inzien? Ja. Dus je zegt eigenlijk dat de kwaliteit van besluitvorming is vooruitgegaan? Ja, ik denk, ja. Misschien of het gaat omdat je moest, dat je makkelijker af. Maar ik denk eigenlijk dat dit de besluitvorming is waar we. Natuurlijk moet je niet ruksiegeloos dingen besluiten, zeker niet. Maar er moet wel een middenweg komen. Tussen enorm lang en eerst nog eens een informatie erbij en dan pas het besluit. En dan heeft het tijdje alweer ingehaald en is de maatschappij alweer veranderd en dan moet het weer een ander besluit. Dus dat. En ik denk heel erg toch het thuiswerken en het online behandelen. Iets waar zeker ook in GGZ, maar dat hoor je in meerdere sectoren, weer toch lang, ja, kan dat wel? We moeten altijd het fysiek contact hebben met patiënten.
Dat was al iets waar we echt mee bezig waren. Wat soms ook moeilijk was om te realiseren. Omdat ook behandelaren dat moeilijk vonden, maar ook patiënten. En nu moest het. En nu gaan we ook leren welke patiënten kunnen dat wel. Voor sommige patiënten zal het nooit gelden. Dan zul je altijd face-to-face moeten. Maar hoe kunnen we die zorg op maat eens goed maken? Maar hoe kunnen we echt daar wel een enorme doorontwikkeling in maken? In veel meer online behandelen. Ja, dus online behandelen, dat is het duidelijk. Ja, dat is ook wel echt, ja, zeker. Mooi. Maar ook het meer, veel meer online efficiënter vergaderen met elkaar. En mensen reistijd sparen. Dat geeft alleen maar werkdruk. Moet weer naar dat overleg, dat overleg. Ja. Ja, er zijn fysieke momenten nodig. Maar minder dan dat we voor corona hadden. En ik denk dat dat heel veel mensen ook heel veel druk gaat schelen. Qua minder reizen, meer focus in een online vergadering of... Dus ik hoop dat we ergens in die middenweg wel gaan uitkomen. Dat ook dat fysiek bij elkaar zijn, heeft absoluut ook meer waarde. Maar kun je ook gewoon verminderen, waardoor mensen minder werkdruk ervaren. Ja. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat efficiëntie van de organisatie behoorlijk is toegenomen. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, dat denk ik wel. Hè? Dus dat stukje zal er zeker zijn. Ja, en als je dat op een goede manier kunt gaan wegzetten en echt goed voor medewerkers en patiënten kunt implementeren, waar je soms misschien nu nog niet de tijd voor hebt, heeft dat zeker voordelen. Aan de andere kant is natuurlijk het anderhalve meter waar we nu naartoe gaan. Dat betekent dat je dus niet meer met z'n allen in het gebouw hier kunt zijn waar we altijd waren. En deze tafel kan nog maar misschien net voor de helft worden gevuld de komende tijd. Dat heeft enorme impact. Hoe gaan we genoeg mensen kunnen zien? Hoe gaan we overleggen, plannen? Met 4 moet je, of 5 moet je al bij de zo'n grote zaal hebben. Dus dat is ook wel een enorme puzzel de komende tijd. Ja, we gaan zien. Mag ik je van harte bedanken voor dit interview. En ik wil je symbolisch deze rol Ribbonwood tape overhandigen. Okay. Omdat we inderdaad keurig de anderhalve meter intact houden. Ah, dus ik krijg hem rollend. Je krijgt hem rollend tegemoet, alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Okay. Bedankt, Marjelle.